cash, yes. We zijn op gas naar de RSS. Jesus, peace on my nigga, bless. Jesus, peace on my nigga, bless. Ik was een boef in het DCS. We zijn op gas naar de RSS. Yo, fucker mensen, ook bij een nieuwe video. Yo, fucker mensen, ook bij een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Lightwerk Freestyle van Millie. Het is al een tijd geleden, sowieso een paar maanden geleden, dat we weer een Lightwerk Freestyle hebben gezien. Tik en zo naar pressie dat ze terug zijn. En ja man, ik ben benieuwd wat voor Lightwerks er ook nog meer aankomen. Volgens mij T-Sef komt met de Lightwerk Freestyle, dus ik ben benieuwd. Deze Lightwerk Freestyle is geproduceerd door RJ. Ik ben benieuwd wat deze gaat doen, maar ik zeg je heel eerlijk. Het heeft lang geduurd. Ik ben benieuwd of hij gelijk met hem. Je weet toch dat hij ons gaat opwarmen met eentje die een beetje kort is. Of dat hij gelijk met een pomp komt. Zodat we toch zien wat we gemist hebben. Want ik weet zeker dat een paar van jullie ook die Lightwerk Freestyles hebben gemist. Ik heb die Lightwerk Freestyles gemist. Dus ja, maar ik ben benieuwd. SNR. CC Millie sowieso, Dick Esso naar hem, ga zijn tunes checken, ga deze sessie zelf ook gewoon checken, Dick Esso naar Pressplay, abonneer op zijn kanaal, en ja man, abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent, like, deel, abonneer, en de artiest in deze live video maakt gebruik van culturele expressie en artistieke vrijheid. De mening van de artiest is niet de mening van Pressplay Media, nou, de teksten en of beelden kunnen door sommigen als schokkende worden ervaren. No cap, ik zeg je heel eerlijk. Goed dat ze dit hebben gezet, want sommige mensen willen zomaar, ja, weet je, mensen bij betrekken, zeg maar, die er eigenlijk niet eens wat mee te maken hebben. Cameramensen, weet je, dus ja, platformen ook, terwijl ja, weet je, ja, gewoon precies wat hier staat, ik ben het er helemaal mee eens. Laten we gewoon verder kijken, man. R.A. Visuals. Gooi de egger, pangers, pesten, als je dichtbij komt. Kom als die pet vol van doen, test door al lijst, kom of je kan doen. Wacht. Deze was een flow, pak me. Wacht even. Deze was een flow. Pak me. Gooi de egger, pangers, pesten, als je dichtbij komt. Kom als die pet vol van doen, test door al lijst, kom of je kan doen. Ik ben een spikkers van middelvinger, hoef voor de andere kant. Als je chok met hem, word je terug verdwand. Als je chok met hem en zak je mama. Als je chok met hem en zak je mama. Je fucker, oude tefamas, blijf daar met al je shit en drama. Je stoos, fucking massa. En je zak je mama. Je fucker, oude tefamas, blijf daar met al je shit en drama. Je stoos, fucking massa. Zwinnie bla. U zet op een kreentje gesprek. Nou wat je mij gash. Doe die check, hoe maar zet die kaas op. Met face op, door is easy. Bop, 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 die bop, tere man, don't stop. Met face op, door is easy. Bop, 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 die bop, tere man, don't stop. Smeuk op, maar zet me toe, maar die kan ja. Toe, toe, stom, die kost mijn band. Ik step op, nee, en ik spreek geen. Wauw, die reisschema gaat cool. Nou, ik ga het niet opnieuw zeggen. Ik ga het gewoon opnieuw luisteren zelfs. Wauw. Wat? Wat? Damn man. Als we steppen gaat hij nekken net bieri. Zeg hij nou, hij nekken
of gaat hij nekken, dus of dat hij het gaat begrijpen net bier, of is het gaat hij lekken net bier? Beide is hard, maar ik weet niet. Want net stond er iets anders. Shit, wat is met deze kids? Hij zit één dag als hij net weer skipt. Die keer dat hem rest in piss, pek die jing jing zo met de tip. Die keer dat hem rest in piss, pek die jing jing zo met de tip. Kulo, toos, stress, pek die wat echt blessed in chest. Yes, die keer geen pieper en set niet, dus die intrex als kanker slet. Mijn praat voorbeeld net, maar heb ik geen check. Mijn praat voorbeeld net, maar heb ik geen check. Dat is M-double-A's, ik stel een 7 studio boys naar heaven. Boy, so step on, get them, step back met percussion. Ik zeg je eerlijk, zijn manier van flow switchen is dom, ik zeg je eerlijk. Zijn manier van flow switchen is dom. Dikke zo naar al deze namen die hier staan, maar AJ voor de productie, Millie voor die tune, voor die, ja, voor alles. Voor die, ja, voor die tekst en zo. Engineer Wally, dikke zo naar hem, GFX, wat is GFX? Visuals? Nee, dat is geen visuals, dat is Raf Visuals, ik dacht. Wat is GFX? Laat me weten in de comments wat GFX is, man. Maar dit is zo naar Open GFX. Directeur en editor Raf Visuals, man. Dom gedaan, man. Ik zeg je eerlijk, man. Ik loef deze tune. En ik vind dit ook dom. Dit is ook hard. Wie heeft dat gedaan? Open GFX. Misschien heeft hij dit gedaan. Ik weet het niet. Laat me weten wat jullie hardste stuk van deze tune is. Ik vond die stuk van gaat hij nekken net bier, zeg maar. Die is dom. En hoe hij zijn flow switcht. En hij zijn ad-libs daarin. Hij had die, ik weet niet, maar hij had een soort vibe erin, zeg maar. Dingen die hij zegt. Hij had een soort vibe erin. Ook al zegt hij wel vuile dingen, houdt hij wel ook wel een soort van een beetje in. Dat je denkt van, oké. Ik kan hier gewoon buiten naar luisteren, zeg maar. Snap je? Maar ja, man, dom. Dom. Laten we even kijken wat de comments zeggen van deze tune. Deze man gebruikt twee van de hardste flows in één tune. Ja, maar zijn flow is dom. Starting off the new Lightwork Freestyle Season with a bang. No cap. Ik ben benieuwd wat deze gaat doen, man. Ik zeg je eerlijk, man. Eindelijk sinds zes maanden. Damn. 6 maanden geen Lightwork Freestyle. Wij waren aan het sterven, man. Wij, bro, nu moeten sowieso elke week, elke dag een Lightwork Freestyle komen, maar ik ben benieuwd. En wij gaan erbij zijn, man. Love naar elke YouTuber die op PressPay en video's reageert, zoals RCS Vlog. Love naar Drill en video's, man. Wat zeggen mensen? Is RCS like the walks of NL? Yeah, basically, he's not a fat kind of egg. Wow. Ik zeg je eerlijk, veel mensen zeggen van, vergelijk mij met Prod bij Walks. Ik ben benieuwd. Wat ik, zeg maar, wat wij hetzelfde doen. Of, weet je toch, ik ben best wel benieuwd. Ik zelf heb nog nooit of misschien één video van hem gecheckt. Ik checkte meer, als ik kijk naar UK, checkte ik meer naar die twee boys, Dan en Cass, volgens mij. En naar die andere twee boys. En naar iemand anders, volgens mij. Maar naar hun keek ik meer in UK, zeg maar. In Amerika keek ik naar CS, dat ook twee boys, CS en Bilo. Daar ging ik eigenlijk reactievideo's doen, want ik vond het keihard. En nog een andere YouTube, maar ik weet niet of jullie die kennen, maar ja, man. Ja, dus laat me weten wat hebben wij gemeen, zeg maar. Of wat, toch zien jullie in mij, wat jullie ook in hem zien of andersom, zeg maar. Dus ja, maar laat me weten, man. Want ik zie heel vaak dat mensen zeggen van Prod bij Walks. Dat ik een beetje net als hem ben of zo. Of dat ik iets hetzelfde doe, ik weet niet. Dus laat me gewoon weten in de comments, man. Ik ben best wel benieuwd. Dit wordt hard, it's gonna be mad. Millie gaat hard als we... Gaat Heineken net bier.
Oh ja, het is gewoon, het is wel Heineken net bier. Ja. Ik dacht daarna Heineken, zeg maar. Het werkt. Deze vlog gaat kwijt. Volgens mij ben ik geen eens ready voor die van Fishy. Ik ben benieuwd, man. Werd tijd, shot bij ons, SNR. Raficio was bakken met snelheid, vuur met. Sluit op, maar je gaat chillen met. SS inkomen, SS. Ik zie drie keer. Dikke S van een M14 van Oost, DK, D-Kit. En dikke S van een Sef-Kit, man. Dikke S van een V ook. Dikke S van een Valentino ook. Wanneer weer Hardest Block. Zo, die, daar wacht ik ook wel echt op, man. Eentje van Oost of zo. Of eentje van Rotterdam-West of zo. Gewoon even eentje van Rotterdam. Want volgens mij heeft Rotterdam geen Hardest Blocks. Dus ja, dat zal wel dom zijn, man. SS incoming, SCS. Dikke S van iedereen die SS heeft gekomen, man. Dikke S van jullie zijn sowieso terug met reactievideo's. En binnenkort komen er dingen aan. Want jullie gaan het binnenkort zien, man. Ik ben benieuwd. En ja, man. Ik ben benieuwd om jullie reactie wanneer jullie die dingen op YouTube gaan zien. Dus we hebben niet voor niks stil gaan staan. Er komen sowieso dingen aan. Dus ja, man. Dikke S van jullie voor het kijken en al die dingen. Laat weten wat ik de volgende keer op het ga reageren. En ik zie jullie snel bij de volgende video. Love. Pow.